in 2017 eigenlijk gestart met de Lean-opleiding, omdat wij een heel belangrijke taak hebben als Academic Services. En dat is namelijk een goede dienstverlening verlenen aan onze student, docent en wetenschapper. En ook samenwerking met de buitenwereld. En om dat voor elkaar te krijgen, was het van belang eigenlijk om een aantal processen te gaan harmoniseren en beter te gaan analyseren. En toen kwam ik in aanraking eigenlijk met het Lean-concept. En dat sprak mij enorm aan, omdat het van belang is dat wij erachter komen wat echt waarde toevoegt voor onze klant. En in welke processen wij nog heel veel zaken doen die eigenlijk niet nodig zijn of die verspillend zijn. En toen dachten we, nou, het zou heel goed zijn om onze mensen daarin op te leiden, zodanig dat zij dat iedere dag, bij wijze van spreken, kunnen gaan toepassen. Ja, en ontdekken van de eigen missie, van de eigen purpose, van de eigen rol, van waarom ze belangrijk zijn, hoe ze waarde kunnen toevoegen. Waarom ze ook weer überhaupt bestaan als team, dat vond ik echt leuk om te zien. Ik vind het super inspirerend om te horen dat er veel collega's zijn die enthousiast met een bepaald vraagstuk aan de slag zijn gegaan. En dat ze dat ook op een hele fundamentele manier hebben gedaan. Dat vind ik heel inspirerend om daarbij betrokken te zijn en ook op te horen wat hun resultaten zijn. Ja, ik vond het mooi om te zien dat de mensen ook echt staan te shinen op het podium. Dit is een mooie afronding van zo'n best wel lastig traject. Moeilijke tijd ook in de COVID-periode. Hebben ze het toch maar even beter neer te zetten? Zijn we toch een beetje op reis, dus kom maar mee allemaal. Het is een checklist per medewerker, per categorie, wat eigenlijk de basis is nu voor de hele procedure. Die was er al, maar hij is uitgebreid. Welke impact we denk ik hebben gemaakt, is dat we hebben geprobeerd een format te maken wat heeft gezorgd voor standaardisatie en het terugdringen van de verspillingen die in het huidige roosterproces zaten. De eerste resultaten zien er heel goed uit. De eerste maatregelen zijn genomen in maart van Q1. En in Q2 zien we tot nu toe een percentage van 94% op tijd. Dus veelbelovende cijfers waar het EHB-team trots op mag zijn. Het is meer een gevoelsimpact dan een tastbare impact. Maar wel een hele belangrijke, want studenten moeten daar goed aan kunnen starten. Plus het feit dat we willen het aantal uitgaande studenten laten groeien, hè, als Steel University op Exchange. En als dit niet goed geregeld is, dan ga je een mond-tot-mond reclame krijgen. En ik zie op meerdere levels eigenlijk resultaten. Tuurlijk op een persoonlijk level, voor Bram, voor het hele team. In de vorm van een mooie samenwerking rondom die vraag van het Lean-traject. We merkten gaandeweg dat er steeds meer mensen door hadden wat voor impact we aan het maken waren. Waardoor we dus op de juiste plekken de juiste mensen ook echt geactiveerd hebben dat ze met ons nu verder in gesprek willen. En ik denk ook dat wij gedurende het traject, dat we met name de mensen in onze workshop wel meegenomen hebben in ons enthousiasme. En wat ik in ieder geval weet is dat drie van de mensen van mijn afdeling intussen ook een Green Belt opleiding aan het volgen zijn bij Rolf. Dus dan heb je toch wel iets teweeg gebracht. Ja. En dat vind ik wel mooi. Mijn collega's veel beter leren kennen door het project. Dus dat vind ik echt een pluspunt. Doordat ik over dit soort zaken met ze in gesprek ben gegaan, ik erachter kwam hoezeer ze bezig zijn om steeds de dienstverlening te vernieuwen en te kijken of het beter kan. En ze hebben een heel erg scherp beeld van waar het misgaat en waardoor dat komt. Een student leeft 24/7, die is alles gewend van op zijn telefoon, even snel te regelen. En dat willen wij natuurlijk voor een deel ook vanuit onze universiteit, kunnen we daar gewoon in volgen. Ja, het brengt heel veel energie teweeg en dat zou ik heel graag willen spreaden. Dus dat er meer mensen mee in aanraking komen, omdat het gewoon ook leuk is. Hier zie je in ieder geval dat we met de VENI aan de slag gaan. Dus de verbetermaatregelen die zijn klaar voor de eerstvolgende VENI-ronde. Half jaar van tevoren moeten we alles klaar hebben staan. En dat betekent deze zomer. Dan moet eigenlijk maatregelen zijn geïmplementeerd. En als het goed werkt, als het goed uitgetest is, kunnen we het ook kopiëren naar andere calls die je hier in beeld ziet. Voor de halfgevorderden zagen we dat ook. Alleen zien we dat die groep ietsjes minder snel opvult. Dat komt ook omdat we de doorstroom af moeten wachten. Maar in principe hoeven we ook daar niet tot het laatste moment te wachten. Zodra de groep vol zit, kunnen we daar ook een go op geven. Ingezoomd op het vak uit de A3, resultaat en borging, laat de linkerzijde zien dat er een besparing van 131 uur op jaarbasis is te behalen. En de rechterzijde is een onderzoek naar de voice of the employee, waaruit blijkt dat de medewerkers tevredenheid zou stijgen van een gemiddeld 5,5 naar een 8.
trainingsdagen, waarborgen van de privacy, het verhogen van de kennis van AIVG, wat gewoon een organisatie dingetje is ook. En daarnaast, waar ook al stappen zijn gezet, nu al is de implementatie van een tool die ervoor zorgt dat het meer database gedreven uitgevoerd kan worden. Ik heb het ook echt als een hele nieuwe reis ervaren met vele sporen. Bloed, zweet en tranen heeft het me gekost. En soms ook wel wakker gil. Maar ik ben onder andere uit mijn comfortzone durven treden. Onder andere door dit te presenteren vond ik al een dingetje. Het heeft me een nieuwe taal geleerd. Het heeft me uitgedaagd. Ik train omdat het juist hier zo belangrijk is voor die studenten. Voor als ik zie hoeveel energie ze er zelf van krijgen. Hoe ze zich verbazen van wauw, dit is toch ook wel heel leuk. Ik leer heel veel over mezelf, maar ook het toepassen. Dus iedereen die heeft wel een heel mooi traject doorlopen. Denkt van ja, dat smaakt wel naar meer. Ja, ik denk dat het continu verbeteren niet iets is van een project en daarna is het klaar. Maar ik denk dat het iets is wat juist heel mooi is als je dat binnen je normale werkzaamheden kan inbouwen. Dat er ook ruimte voor is en dat je daar ruimte voor kan maken. Maar dat je dat als een soort een cultuur met elkaar deelt binnen dezelfde organisatie. Het mooie is dat iedereen die hier vandaag stond ook echt afgestudeerd is. En ook echt die waarde van die Greenbelt opleiding, die groene band die ze letterlijk mogen omknopen, ook heeft kunnen neerzetten. Mooi om te zien. En je leert nog eens welke processen er allemaal draaien binnen zo'n universiteit.